Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie geeft de samenleving mee dat het nu rustig is in het Bigipoika-gebied. De nieuwsdienst sprak haar gisteren na de huldiging van defensiepersoneel op het hoofdkwartier van de organisatie. Eerder deze week zijn door onbekenden in de omgeving van Peking Saron schoten gelost, waarover momenteel een politieonderzoek loopt. De bewindsvrouw geeft aan dat de eenheden in het Peking Saron gebied op scherp zijn. De update die ik heb is dat we met militairen in die gebieden zijn om de orde, rust en veiligheid te handhaven. Er is een hele ernstige inbreuk geweest op de rechtsorde. Er zijn doden gevallen, er zijn gewonden gevallen. Er zijn heel wat goederen vernield. Er is miljoenen schade. Er zijn mensen gegijzeld. Dus het is traumatisch geweest. Niet alleen voor de lokale bevolking, maar voor ondernemers. Die daar ook in dat gebied economische activiteiten ontplooien. Maar iedereen die daar ook werkt, medewerkers die daar te werk zijn gesteld. Dus voor iedereen was angstig. En wat wij doen is meer legeraanwezigheid in die gebieden. Zodat mensen het gevoel hebben van we zijn niet in de steek gelaten. Maar het leger is er om ons te beschermen. Dat doen wij. Dus we treden niet op, want dat doen we samen met de politie. Maar dit is eigenlijk preventief. Gewoon onze aanwezigheid. Dat we daar zijn om orde, rust en veiligheid te verhogen. Volgens minister Mathura zal Defensie voortaan zichtbaarder zijn in het binnenland. In het Peking Saron gebied deden zich op 2 mei ongeregeldheden voor die, zoals bekend, 2 doden tot gevolg had.